We zijn aan het controleren op overlast hè, van mensen die hier verblijven. Parkeergarages om te parkeren, dus ja, je kunt hier niet verblijven. Wat we dan doen is als we iemand aantreffen, is dat we iemand daarop aanspreken. Nou, hier is iemand ook geweest, zoals je kunt zien. U ziet hier een rolstijger. Die is hier neergezet. Het staat deels op de weg. Er is geen vergunning of wat dan ook aangevraagd. We hebben hier een voertuig en die staat langs de doorgebroken gele lijn. Het is een heel groot overlastervaring in deze straat, waardoor heel veel vrachtwagens hier de draaien niet kunnen krijgen, omdat deze voertuigen altijd geparkeerd staan aan de gele lijn. Ja, we hebben net hier een controle gehouden op daklozen in de koepel in de Sterrenbos. En we hebben net een meneer aangetroffen die niet bij ons bekend is. Goedemorgen, handhaving, gemeente Groningen. We hebben hem gevraagd of hij hulp nodig heeft van ons. Vandaag hebben we een melding voor een auto die hier in de groenstrook staat, zoals jullie kunnen zien. Nou, dat is niet toegestaan. Ik ken er geen bloemetjes meer groeien. Erg jammer. Goeiedag, wie is de aannemer? We kregen een melding. En de melding was dat er in dit park, achter het park, werd een dammetje gemaakt in een sloot. Waardoor er een schuurtje gebouwd kon worden bij een woning. Er zijn ook wat bebossingen gerooid. We kregen de melding dat er een vlag in de middenberm stond. Ik heb de bedrijfsleider van het desbetreffende bedrijf aangesproken. Die wist niet zeker of de vlag er mocht staan. Vervolgens heb ik hem gevraagd in eerste instantie te verwijderen. Ja, dit leggen we vaak nog even vast. En dan, dan weten de collega's ervan zeg maar, dat hier iemand wel regelmatig verblijft. Dan staat het in ieder geval vast.